Nu ben ik aan het filmen. Ik ben nu aan het filmen. Ik zit net een heel verhaal te vertellen, het wordt niet eens opgenomen. Mama, Marnix zit er klaar, hij is goed bezig. Wat heb jij voor moois, Marnix? Ik heb nu al bijna water in mijn naam. Kijk eens aan, dat is hem. Gaat hem worden. Lekker daar, hè? Ik heb salade. Hier gaan we het vandaag mee proberen. Zelf gecreëerd, eigen productie. De Robert Groteboer-chat. Misschien wordt het wel een hele mooie chat. We hebben veel vis opvangen. Wie weet. Of het is gewoon kut. Nou, weer zit al niet mee. De golf vliegen alweer daar over. Hey, weer een golf. Het begint alweer te regenen, staat voor wind. Lekker, maar het water is hoog. Dus hoeven we niet zo ver van de kant. Beetje hard. Niet lekker. Nee. Kijk maar. Wie? Wat ben je hard? Weet je. Ah. In mijn bakken is niet lekker. Staat trouwens ook best wel bizar over golven. Best een beetje golven bij te komen. Hey, de zon! Kijk nou op! De zon op! Zon! Chats bezig. Tegen twee uur op het water, tegen al de harde wind en regen, weet ik het allemaal. Het schiet allemaal niet op, het wil allemaal niet werken. Krijg ik eigenlijk een aanbeet. Een flinke dreun. Kijk wat er gebeurt. Dit is echt zuur. Top. Morgen. Ga maar door, Robert. Voetballen. Dat is nou een stomme vraag. Vissen natuurlijk. Vissen. Als jullie me missen, ben ik vissen. Ik moet eigenlijk dat liedje opzoeken van vissen. En dat eronder zetten? Ja. Dat is een grandioos lied. Zie je al lang te wachten hier ook. Oh, een uurtje. Invloed, hè, op de visserij. Bij jou wel, ja. Onze vriend Robert is aan het knutselen geweest. Hij heeft babymeervalletjes gemaakt. Echt grandioos. Ziet er geweldig uit. Dit is de eerste versie. Is niet helemaal naar wens. Beetje te hard, beetje te stijf. Maar dan is onze vriend verder aan het knutselen geweest. En daar is dit modelletje uitgekomen. Het is echt werkelijk. Ziet er briljant uit. Heel flexibel. Hele zachte staart. Verder heb ik ook van iemand wat eigen maaksels toegekregen om te proberen. Dit is een grondel. Gemaakt door meneer Wout van de beruchte Woutjes. Er zijn twee versies van. Eentje met een zwemstaart, zoals jullie kunnen zien. En eentje met een normale staart. Ik heb er hoge verwachtingen van dat ding. Volgens mij zijn dit echte knallers. We gaan ze vandaag uitproberen. En ja, jullie zullen het zien. Of niet, maat? Wat? Of ze gaan werken. Heerlijk. Er is er nog één. We'll be right back.
grondel. De grondel! De grondel. Beetje jammer dat het niet mijn grondel is. Ja. Wel een mooie bak. Een hele mooie bak, jong. Kijk! Heb ik jij hem? Hele mooie vis. Zeker, broer. Zou het hier gaan worden, joh? Ja, joh. Kijk eens. Hey, dank. Ik ben wakker, hoor. Rondel. Eerste sessie om te proberen. Nu al een topper voor mij. Wout, bedankt. Laat zien. Moeten we een liedje zingen? Woutje, bedankt. Woutje, bedankt. We gaan nog een paar vangen. Nummertje 2. Binnen 5, binnen 2 minuten, ja. Ja, 5, hè. De andere aanbeet los, hè. Ja, dan is dit aanbeet 3 eigenlijk al. Aanbeet 3, ja, in 5 minuten. Helemaal weg, Robert. Wout, vol overgave gepakt. Achterin zijn bakjes. Mooi vis. Even wachten hoor, ik zoom hem even in. Kijk. Helemaal in zijn plek. Toppie. Hey, nu ga ik ook even knopen hoor, want ik kom niet aan vissen toe met jou. Sorry. Nummer 3. Laat eens zien, maat. Mooie vis. Hou stil. Ik ga hem even inzoomen op zijn bek. Kijk of ik kan zien wat erin zit. Nee, ik kan niet zien. Het is helemaal weg. Ah, kikker, man. Op jezelf gemaakt haas. Ja, haal hem er maar eens uit. Dan zullen we het zien. Stroom in. Ja? Ja. Ja, mensen. Daar is die. Op het mormeltje. Het mormel. Het mormeltje. Zullen we hem dopen tot mormel? We gaan deze het mormeltje noemen. Deze mogen we aan. Gaat ie. Even wachten. Ja, Robert, wat ga je doen? Wat is er aan de hand, Robert? Ik heb flauw idee, maar het wordt... blazen. Blaaswerk. Probleem. Advies voor de bellyboters. Neem altijd een slangetje mee waarin je kan blazen. Dat heeft wel heel vaak mijn dag gered. Zo kan ik met een klein lekkage toch door blijven vissen. Maar het gaat bij mij ook redden. Kijk eens wat een mooie het. Beetje jammer dat ik die niet heb gemaakt. Sorry, die gaat echt naar Wout toe. Een Woutje.
Ja, die bij mij gaat het ook doen zo. Let maar op. Waar heb ik nog gevangen? Durf je te zeggen? Eigenlijk niet. Waar heb ik hem opgevangen? Op een... grondel. Grondel, maar niet mijn eigen. Oh. Dat maakt niet uit. Grondelwerk is vandaag. Toepie. 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 Ik loop nog steeds leeg. Ja. Ja. Wat zeggen? Ja, nou. Ja, dat leek was ik het nou, maar jij het. Ja, inderdaad. Kan gebeuren. Ik verwacht wel van je als ik verzuip dat je me eruit vis, hè? Ja, ja. Oké, okay, dat is goed. Deze. Weigen, weigen. Wat voor muts heb je op, Robert? Mijn troetelbeer. Ja, eigenlijk ben jij mijn troetelbeer, Johan. Kijk. Ja, ik zie niks. Ga even draaien tegen de zon in. Hier is die. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Komt maar. Komt die dan, hè? Nee, kom goed. Ja, ik zie hem goed. Ah, oh, mooi visje. Moet je even inzoomen op je bekje? Ja, dan gaan we weer. Kijk eens hoe hij erin zit. Papa! Ja, ja, het morbel. Het morbel heeft morbel. Toegeslagen. Even toegeslagen. Dat is een mooi. Hoe laat het nou worden? Oh, goed zo. Nou, 9 vis in totaal. Eeuw. Helemaal weg. Hapslik weg. Hapslik weg. Ongekend. Hapslik weg. Echt ongekend die grondels. Ik heb mezelf te vangen. Ik trek me dreg in mijn klauwen. Ja. Mooi vis. Yep. Kan nog lachen. Er zit dan 10 vissen, maat. Heerlijk. 10 vissen, 5 gelost. En jij hebt er 2 of 3 gelost? 3 gevangen, 3 gelost. Ja, ik heb 7 gevangen, 5 gelost.
Je had er één. Eentje. Er is toch iets verkeerd. Huh? Ik weet waarom het komt. Ze hebben geen mormel. Geen gondel. Het mormel. Ja. Ligt het sokkie bij mij? Hoe zwaar? 2 tot 10 gram. Maar het is eigenlijk een spinnenstokje, maar dan in een korte lengte van 1,60 meter. Ja. Perfect voor de bellyboot, vind ik. En een duizendje zie ik. Een ja, duizendje eronder. Duizendje. Lekker licht. Kort achtereentje. Yep. Smakelijk, hè? Met dit vissen. Ja. Vis ik het liefst mee. Oké. Okay. Wat heb jij bij jou? Ik heb... Twee sinkwas bij me. Dit is de Xilio serie. Dit is een hengeltje van 2 meter 3. Van 14 tot 21 gram. En daaronder heb ik een rerairiempje, een duizendje. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk vissen. Dit is een hengel waar je ook zware koppen mee kan vissen. Vooral in de winter vind ik dat heel belangrijk. Lekker licht. Ja. En ik heb ook altijd nog een bijhengel bij me. Dat is ook van de Xilio serie. Dat is een float bait fireball hengel. En ik gebruik hem altijd voor bijhengel. Of net zoals nou vandaag geprobeerd. Een beetje dropshotten. En daaronder heb ik een 4000'tje. Een riempje. Die heb ik altijd bij me, die hengel. Je weet nooit. Dus ja. Dat is een vrij zacht hengel. Mooie topactie. Ja, zo zie je, iedereen zijn eigen dingen. Mijn mafketel nog even erop. Oep. Ja, dat ken je, hè? Dat gaat op het beeldscherm ook zo. Mooi muts op, Robert. Mooi, hè? Dat heeft niet geholpen vandaag, hè? Nee, maar de volgende keer trek ik nog een luxe muts. Trek ik nog een luxe muts. Dat wordt hem zeker. Is goed, man.